Welkom bij Wout of the World. En je reist nog steeds met ons mee op een episch avontuur door Oman. Een pareltje in het Midden-Oosten. In 2 afleveringen zag je ons al vanuit de hoofdstad Muscat naar de bergen rijden. We waren de enige badgasten in Oman's nieuwe waterpark en zagen de wereldberoemde geitenmarkt. Nu verlaten we de bewoonde wereld. En hoe avontuurlijk onze trip ook was tot nu toe, we gaan nu pas echt op avontuur. We gaan namelijk helemaal de eindeloze woestijn in. Het grootste gedeelte van Oman bestaat namelijk uit een grote zee van zandduinen. En we zijn hier in Wahiba Sands en verblijven in Sama Al-Wasil Camp. Dit woestijnkamp is één van de meest bijzondere resorts in Oman. Het is zo afgelegen en zo waanzinnig mooi dat hier slapen al een belevenis op zich is. Iemand een lekker kamelensautéetje? Hoe gaaf is dit? Een buitenbioscoop midden in de woestijn. Ik ga even kijken. Een film met The Rock. Via een lang touw kunnen we naar boven lopen voor een waanzinnig uitzicht. En voor het besef hoe afgelegen we hier wel niet zitten. Woestijn, woestijn en nog eens woestijn. Zover als ik kan kijken alleen maar zandduinen. Ik heb een kwartiertje gelopen, geen leven meer in zicht. En ik kan me echt voorstellen dat je hier met je kameeltje behoorlijk verdwaald kan raken. Water. Ook Jens waagt de klim naar boven en we kijken naar de mooiste zonsondergang van deze reis. Al vindt hij de weg naar beneden misschien wel interessanter. Wat een geluk, want zo is hij net op tijd voor de kinderfilm vandaag. Tijd om verder te reizen, van de droge woestijn naar de mooiste oase. Dit zal toch geen Fata Morgana zijn? Verspreid over Oman vind je de mooiste wadi's. Het gaat meestal over een rivier, maar een wadi kan ook een uitgedroogde vallei zijn vanwege het klimaat hier. Maar vandaag bezoeken we een van de allermooiste wadi's van het land, want we zijn bij Wadi Bani Khalid. En daar staat prachtig mooi groen-blauw water in. En je kunt er ook nog zwemmen als je dat wil. Wat een heerlijke plek is dit. En ik loop zelfs nog een stuk omhoog door de bergen, waar het kraakheldere water door allerlei natuurlijke zwembaden stroomt.
weg naar ons volgende verblijf rijden we door een heuse zandstorm. Dat moet je toch ook een keer meemaken. Tijdens onze reis door Oman maakten we al 2 keer gebruik van een resort van Sama. Eerst in de bergen in Sama Heights en zojuist dus ook in Sama Al-Wazil Camp in de woestijn. Het leuke van Sama is dat het altijd een beetje hetzelfde concept is hier in Oman. Ze zitten op de allermooiste plekken in de natuur, helemaal afgelegen zonder telefoon en internetbereik. Het heerlijke eten is inclusief en je komt even helemaal tot rust in the middle of nowhere. Zo ook nu, de komende 2 nachten, want nu verblijven we in Sama Ras Al Jins aan het strand. Ja, je kunt wel stellen dat we in Oman behoorlijk fan zijn geworden van het Sama-concept. We gaan de omgeving verkennen in het visserdorpje Ras Al Hat. Vanaf Ras Al Hat rijden we terug naar Ras Al Jins en onderweg kijken we naar de allermooiste kustlijn van Oman. Want hier heb je prachtige hoge rotsen met verborgen strandjes ertussen. Er komen eigenlijk bijna geen mensen, maar wie er wel komen, die gaan we 's avonds bekijken. Want er komen hier namelijk zeeschildpadden om hun nest hier te leggen. Ik ben benieuwd. Vooral in de zomermaanden leggen de schildpadden hun eieren. In het laagseizoen heb je alleen 's nachts kans om met geluk eentje te spotten. Zo, Jens gaat zo meteen naar bed en helaas kan Suus daardoor niet mee. Maar ik ga zo meteen met een gids mee op het strand zoeken naar schildpadden. Dus ik ga terug naar het schildpaddenreservaat. En ik hoop dat ik wat te zien krijg. Soms wel, soms niet. Inshallah. Jongens, dit is echt super spannend. Ik ben nu een uurtje aan het wachten hier in het Turtle Reserve Visitor Center. En ik verveel me dood. Maar ik heb gevraagd wat er aan de hand is en er is dus een schildpad op het strand. Maar ze hebben hele strenge regels en je mag absoluut niet dichtbij komen wanneer de schildpad nog aan het graven is. Of zelfs nog aan het te bepalen is waar de eieren gelegd gaan worden. Maar als ze helemaal comfortabel is en ze denkt, nou, hier gaat het gebeuren, dan mogen we gaan kijken. En ze weten dat ik een film over Oman maak en daarom mag ik zelfs ietsje dichterbij kijken. En gaan ze me proberen te helpen om super vette shots te maken. Dus ik ben echt, ik heb al vrienden gemaakt, yes. Wauw jongens, hoe gaaf was dat? Ik heb het van dichtbij mogen meemaken. Het gaat van mijn bucketlist af. Mijn dag kan niet meer stuk. En sterker nog, mijn wereldreis kan niet meer stuk. Ik ga lekker slapen. Nog even nagenieten en dromen over dit magische moment. Jens rijdt vandaag en we rijden verder langs de kust. We zijn onderweg naar Muscat, waar onze trip begon en ook weer zal eindigen. Maar onderweg stoppen we bij een prachtig natuurfenomeen. Dit is Wadi Shab. Na een korte boottocht lopen we door een prachtige kloof. De hike die verderop meer in een klim verandert, brengt je in een uur naar het mooiste punt. En Jens loopt hem helemaal. Zo,
Zo jongens, dat is een beetje het einde tot waar we konden lopen. En nu ben ik het water ingegaan om een stukje te gaan zwemmen, stroomopwaarts. Kijken hoe ver ik kan komen. Oké, jongens, hier wordt het echt tricky. Want ik moet door deze kleine opening heen. Dit is pas spannend. Voordat we terugrijden naar Muscat is er nog één stop waar we onderweg langskomen. En dat is de Bima Sinkhole. En dat is best wel een prachtig natuurlijk fenomeen. Want honderden jaren geleden stortte hier wat rotsen in. Waardoor er een gigantisch gat ontstond waar water in ligt. En nu hebben ze er een prachtig park omheen gebouwd. Waardoor je lekker kan gaan zwemmen. Super gaaf. Mooi hoor, zo'n natuurfenomeen. Maar eigenlijk is natuurlijk de speeltuin het hoogtepunt. We slapen waar de rondreis ook begon. In Pioneer Hotel tussen de bergen bij Muscat. Met die prachtige rooftop pool. En dan pakken we het vliegtuig naar een klein stukje verderop. En zo kwam ons fantastische avontuur door Oman helaas tot een einde. Maar deze wereldreis die is echt nog lang niet afgelopen. We zijn zelfs van werelddeel gewisseld. Van Azië zijn we nu naar Afrika gegaan. Dit is Kaapverdië en ik zie je snel. Volg dus onze fantastische wereldreis en kijk snel weer naar Wout of the World. Just everyone should just have to choose.